en nu bijna officieel. Welkom dames en heren bij alweer een nieuwe aflevering van No Limits 2. En dit keer gaan we weer een project doen van Coaster Galaxy World. En hij is ook de maker van de interactieve dark ride die we een tijdje geleden hebben gedaan. En nu heeft hij dus ook een soort van Jurassic Land gemaakt, gebaseerd op de Jurassic Park attractie. En het zijn met van die grote boten, van die grote sloepen. En daarmee ga je dus daar naar beneden. En ik ben wel benieuwd of het nou gelijk een remake is of een eigen unieke versie. Want ik heb er heel kort even overheen gevlogen. Niet al te veel gezien, want dat zijn natuurlijk spoilers. Maar wat ik zag, dat was dat het, dat het niet een remake was, geloof ik. Nou ja, goed, we gaan eens kijken. Het ziet er qua teaming al prachtig uit. En daar hebben wij de ingang Jurassic Land. Warning, high voltage. Nou, dat is inderdaad hoge spanning dat erop staat. Allemaal als bescherming voor de bevolking. Dat die rare dino's niet ontsnappen uit dit gebied Jurassic Park. Trouwens, een hele leuke wachtrij. We gaan er helemaal langs, zoals je ziet. Leuk ook die teaming, al die rotsen. En we zien ook daar al die grote muren. Daarachter zit dus de attractie. En nou, het is dus inderdaad een splash attractie of een watersplash attractie. Hoe je het wil noemen. Een waterattractie kan ik het ook gewoon noemen. Om het gewoon makkelijk te houden. En je gaat dus, volgens mij zijn er twee plonzen en de laatste is dan de grootste drop. Dus ja, ik weet niet of ik nat ga worden. Ik weet ook niet of we waterspetters te zien krijgen. Dat is gewoon een keiharde verrassing. Ik weet ook niet wat voor teaming er verder is gemaakt en of er ook bewegende dino's zijn. Ik laat me gewoon lekker verrassen. Ik zie daar al de eerste dino, althans het is gewoon een skelet dino hier zo. Dat ziet er vet uit. En het bootje vertrekt net. Maar we wachten gewoon netjes op ons gemak. We hebben geen haast. We hoeven maar één attractie te doen in deze aflevering. Dus het is niet zoals een No Limits aflevering. Dat we achter elkaar achtbanen gaan bestrijden. Het is gewoon één attractie. Maar wel vet dat het allemaal custom is. Ja, dat maakt het uniek. Nou, dat bootje, die grote sloep, die gaat daar naar boven. En wij kunnen dadelijk hopelijk in gaan stappen in die boot. En vooraan is natuurlijk het mooiste. Blijkbaar gaan die poortjes niet open. Dus ik moet eigenlijk een soort van zelf eventjes in gaan stappen. Nou, dat maakt ook helemaal niet uit. Hoppakee. Gewoon in het midden zitten. Dat is de mooiste view. Ik zat te wachten en op een gegeven moment die boot ging zo heel droog naar voren. En ik dacht, oké. Jammer dit. Nou ja, goed. Maak het uit. Een klein foutje. We gaan gewoon genieten. Ik vind het sowieso al een prachtig project. Dus laat staan dat als dit niet werkt, dat boeit gewoon helemaal niet. We kunnen gewoon vliegen. We hebben de vliegkrachten, dus we gebruiken hem ook. Nou, we kunnen elk moment gaan vertrekken. Je kan ook niet de snelheid erbij zien, omdat het een custom track is. Dit zijn natuurlijk gewoon karretjes die niet in het spel zelf zitten. Dat heeft hij allemaal zelf gemaakt. Ik weet niet of je dat met een model doet of zo. Ik denk wel dat je dit maakt in een programma. En dat je dan uiteindelijk dit laat bewegen in het spel of zo. Nou ja, goed. We gaan naar boven, de eerste optakeling. En dan komen we eigenlijk al bij het gebied. Voor de grote ingang, geloof ik. Als het goed is, moeten we dan een grote poort binnen. En dan pas ben je officieel in Jurassic Park. Of in ieder geval Jurassic Land in dit geval. We staan even stil. We eventjes wachten. En kijk, een rood lampje ook nog. Misschien dat in het donker deze attractie er ook heel vet uitziet. Maar we zijn nu gewoon lekker overdag. De beste view natuurlijk. Leuk die boompjes. Het is volgens mij wel een eigen unieke versie. En dit is dan de eerste kleine plons die je krijgt. Nou, waar gaan we in? In een soort van hutje. Ik zie allemaal kratjes ook op elkaar gestapeld in het water. Nou ja, goed. Wat krijgen we hier? Een lange gang. Ja, dit is zeker een eigen unieke versie, want dit kan ik me niet herinneren van het origineel. Ik kan me herinneren dat je inderdaad een soort van plons hebt en dat je dan richting die twee grote poorten gaat. En dan kom je naar binnen in Jurassic Park, weet je wel. Dan hoor je ook die prachtige, epische muziek. De bekende tune van Jurassic Park. Maar ik denk dat dit het idee is dat deze open gaat en nu ben je dan officieel. Oh, dit ziet er gaaf uit. Kijk nou, bewegende dino's. Dat heeft hij leuk gedaan. Kijk eens even. Jammer dat ze niet van die blaadjes in de mond hebben. Dat hoort er eigenlijk nog wel bij, hè. Net om het af te maken. Zo, die hele kop beweegt ook. Hartstikke leuk. Nou, wat hebben we daar nog? Er zit nog een dino in het water. Lekker te drinken. Gezellig. Kijk, die beweegt ook met zijn kopje, geloof ik. Heel langzaam, maar voor mij bewoog die. Nou, wat krijgen we daar? Nog meer dino's, logisch ook natuurlijk. Kijk hoe vet dit eruit ziet. Ik vind het sowieso überhaupt knap dat die animatronics toevoegt. Dat je gewoon dingen zelf laat bewegen in het spel. Beweegt hij nou wel of niet? Ja, zijn kop beweegt van links naar rechts. Ja, kan het, als je goed kijkt dan zie je het. Nou, dan komen we daar in een grot. Met allemaal rotsen. Spannend dit.
wat gaat er gebeuren? Want op het einde, ja, ik wil het eigenlijk niet spoileren, maar op het einde gebeurt er iets. En ik ben benieuwd of hij het ook in deze attractie heeft toegevoegd. Maar even een grote compliment aan Coaster Galaxy World. Hij maakt echt hele mooie projecten. Hij heeft ooit een project gemaakt dat heette Ghost Mansion. Kan je opzoeken via de Steam Workshop. En dat was een spookhuis. Die hebben we ook een keer gedaan met een video heb ik opgenomen. Wow, kijk dan. Dit is vet. Allemaal rookeffecten daar. Daar zijn ze waarschijnlijk ingebroken, die beesten. Kijk dan. En is dat een raptor of zo? Misschien wel. Kijk dan. Er komt een rook uit. Of water. Dat is gaaf. Dit is heel vet gedaan. Wauw. En daarboven nog zo'n beest wat vliegt. Maar wat ik zeg, waar, hij maakte dan een soort van... het heette Ghost Mansion, geloof ik. En dan ging je met een soort carnaval festival systeem, transportsysteem, ging je dan langs allemaal enge monstertjes. Een beetje skeletachtig, spookachtige monsters, wezens. En dat zag er ook heel vet uit. Maar die had ik dus al opgenomen. Dus die kon ik niet nog een keer opnemen natuurlijk. Dat is logisch. Maar daarom vertel ik nu in deze video een soort verwijzing naar die video. Maar deze had ik nog nooit gedaan uit mijn hoofd. En ik hoop dat dat klopt, want ik kan hem niet herinneren. Maar hier zou dan eventueel wat moeten gaan gebeuren. En ik zie het nog niet. Misschien dat het dadelijk gaat gebeuren. Oh, daar zien we wat in het rood. Kijk dan. Dat is gaaf. Het lichtje gaat af en toe aan en uit. En dan zie je zo'n monstertje staan. Dat is echt heel goed gedaan. Wauw. Kijk dan, joh. Heel vet. Maar waar is dan hetgene waarop ik wacht? Misschien komt het dadelijk. Kijk, er staat nog eentje. Je ziet hem helemaal niet, omdat het helemaal donker is. Een hele donkere omgeving. En er komt af en toe zo'n rood lichtje op hem. Maar daar zou het moeten gebeuren. Ik zie al wat rook. Ik zie al wat water. Of het is water of rook. Een van die twee. En daar zou het moeten gebeuren, dames en heren. Het grote moment is aangebroken. Ook de laatste splash. De laatste drop. Ik hoop dat die komt. Oh, heb ik al te veel gezegd? Ik hoop dat het komt. Gaat het gebeuren? We gaan het zien. Oh jee. Oh jee. Dit wordt wat. Mijn lampje valt uit. Van mijn... Oh, kijk dan. Wow. Gaaf. Dat is gaaf gedaan. Heerlijk om te zien. Hoppakee, we komen buiten. Heel tof. Op het juiste moment ging mijn lampje uit voor mijn facecam. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Jullie kunnen me nog zien. Ik ben er nog. Ik leef nog. Maar dat is gaaf. Zo'n grote T-Rex kop. Die komt dan in één keer om de hoek kijken. En die wil je aan flarden scheuren. Maar dat lukt niet, omdat je dan die drop hebt uit dat gebouw. Fantastisch gedaan. Ik vind het ook heel tof hoe die boot dan een beetje heen en weer gaat nog. Super gedaan. Klasse. Ik vind het heerlijk om dit te doen. Vooral custom attracties. Vanaf de bovenkant ziet het er zo uit. Nou, heel gaaf gedaan. Kijk eens even. Beetje achter de schermen kijken zo. Daarachter heeft hij zelfs natuur. Oh, die had ik nog niet eens gezien. Kijk nou joh. Hier had hij nog zo'n beest geplaatst. Zo'n raptor. En met allemaal struikjes erachter. Heel vet gedetailleerd gemaakt. Echt waar. Hij heeft aan alles gedacht. Nou, grote complimenten dus nogmaals. En bedankt voor het kijken. Laat vooral een duimpje achter voor het prachtige werk van Coaster Galaxy World. En tot de volgende keer weer met een korte video van een No Limits project. Doei doei!